Goedemorgen. Goedemorgen. Normaal krijgen jullie een opdracht van een bekende Nederlander. Daar moeten jullie iets voor maken. Maar vandaag... Twee koppels hebben de afgelopen weken zoveel gegeven. In opdracht van Addy. Wat gaan we maken vandaag? Ik ben bekend geworden door de rode loper. En ja, dus wij gaan een red carpet. Vandaag een jurk gaan maken. Die altijd geweldige jurken maakt, dus het komt ongetwijfeld goed. Maar het heeft wel iets, het is een spannend element, zit erbij. Duidelijk toelichten, maar vanaf deze plek willen wij jullie in ieder geval heel veel succes wensen vandaag. Ga ervoor. Foto terug zie denk ik ook, het was echt wel heel cool. Ik kreeg van wat wil je? Wil je oh, ze vroeg het wel, het was niet zo'n moeder die doorsloeg. Nee, ook een moeder die misschien straks wat voor haar kind gaat maken. Ik heb gewoon nog nooit achter een naaimachine gezeten. En ik denk oh, aan wat heb je me aangedaan? Dat kan echt niet. Nee, dus ik... Je moet wel, ja, omdat het... Het zakt uit. Het zakt uit. Zo te zien zijn jullie allebei klaar. Het is... Om. Echt respect. Ik vind het... Kom. Petra en Aliet, Annieke en Marloes. Met jullie welk duo zich de winnaar van Door het Oog van de... Heel graag degene erbij roepen die jullie de afgelopen 8 weken heeft... En Elke! Bereid was om onze finalisten een van zijn ontwerpen te laten maken. Addy van de Krommenakker. Nou, Addy... Is jou opgevallen aan onze duo's? Ik vond echt dat een hoogstaande kwaliteit. En ik wist het, ja, ik was blij verrast. Heel ga graag lekker ergens zitten waar je kan genieten hiervan. En meteen heel trots bent. Super. Addy! Dankjewel. Petra en Aliet, Annieke en Marloes. Avondjurk gemaakt dat straks gedragen wordt door Lieke van Lexmond. Treciet met tellekjurk zijn van Annieke en Marloes. Een champagnekleurige jurk van ons winnend duo. Ze hebben sowieso de wow-factor en zij zijn in mijn opvatting. Plekken, ja. Technisch gezien. Het winnende duo en zij doen het ambacht kleermaken. Het moment daar. Graag jullie aandacht. Ontworpen door Addy van den Krommenakker. Door staat je prachtig. En ik denk dat jij tegen deze twee prachtige dames die gewoon de win... Een mooie uitvoering daarvan brengen, dat is natuurlijk ongelooflijk. Het beeld schoon, hij valt fantastisch. Dus ik wil jullie echt ongelooflijk bedanken voor jullie waanzinnige werk. En ik wil jullie niet vergeten, want echt, geloof me, allebei de jurken zijn zo mooi. En ik zou het heel fijn vinden om jullie jurk ook een keer te mogen dragen, want die zat ook prachtig. Annieke en Marloes, kom erbij. De aflevering van Door het Oog van de Naald moeten we voor het zelf kleren maken. En ik hoop dat jullie thuis dat ook hebben gedaan. Achter de naaimachine kruipt, ga dan nu naar rtl.nl/door het oog van de naald en geef je op.